Oh, op de trampo, ja, dames en heren. Wij zijn ook in het stadje Emma aangekomen. Feest. Hey, kijkers van mijn kanaal, dit is Turms. Lars is de beste man van de hele wereld. Ik vind dat dat toch gezegd mag worden. I fix them shizzle en Spearow is aan het evolueren. Wat wil een mens nog meer? Oh. Pharaoh. Man, dat... Absolute metas. Bro, ik kom er niet uit met die Farfetch'd. Ja, hey, weet je, dat is jouw probleem. Het is helemaal niet zo heel ingewikkeld. Wil je het echt weten? Of ga je het zelf nog 2 minuten proberen? Nou... Tip, kijk naar boven. Ja, daar kijk ik nu. Die Spearow... Nee. Die Spearow... Oh, Professor Alan belt. Sorry, ik maar moet ik even kijk Professor naar Alan boven. Opnemen. Oeh, wat moet naar boven kijken dan? Die Farfetch'd of ik? Nee, jij moet... Nou ja, ga maar eens naar die Farfetch'd. Dat kan ik je vertellen. Oké, die Farfetch'd moet in het rechtsbovenhoekje staan. Ja. Daar moet hij zijn. Daar moet je naar boven lopen. Ja. Dus op het bovenste stukje van die, dat hout. Ja. Dan ligt er rechts nog een stukje hout. Dan kijkt hij naar rechts. En dan neem je de bovenste route, dus ga je helemaal naar boven. Ah, oh, ik zie hem. Oh, links. Zo stom, ik zie hem nu ook. Ja, dat zag ik dus ook pas net na 10 minuten. Wat? Superdom, maar ja. Ja, want je kan boven dat bovenste stukje hout kan je rondlopen. Ja, dat zag ik dus niet. Je kan er dat langs en dan kom je via de achterkant. Oh. En ik joeg hem elke keer weer dat vierkant in. Ik zit hem de hele tijd naar dat hoekje te proberen te lokken, dat ik hem naar de zijkant kan drukken. Yep, idem hier. Maar dat is dus niet de bedoeling. Wij zijn allebei 20 plus. Ja, yep. Komen we gewoon niet uit een kinderspel wat nog voor jongere kinderen is ook. Ah! Oh. Dankjewel, Af Lars. Af en toe zijn wij best wel dom. Dankjewel. Beetje. Ik ben eindelijk weer verder. Oh. Dat is nou de tweede keer dat ik je binnen 10 minuten gered heb, hè? Yep, I know, right. Wat verdorie zeg. Oh. Ik moet er eigenlijk geld voor aan vragen, Vincent. Want dit bijna kost een wel. Hoop moeite. Maar ik kan zeggen van, even gaapje doen hoor. HM01. Nu moet ik iemand de HM leren. Ik heb er helemaal geen zin in, weet je dat? Ja, hey, weet je, ik heb ook wel eens ergens geen zin in. Soms moet je nou wel eens helemaal dingen. HM kut. Nou zeg, gedraag je eens een beetje. Ja, is toch kut? Ja, zeg, dus kut hem niet in iemand kan leren, dat is kut. Ik geef hem aan het ei. Ja, stuur mijn ei erop af. Laat een scrambled eggs maken. Laat het kut ei maar breken. Nee, er zit Togepi in. Sorry. Een beetje lief voor zijn. Serieus, leer die Bailey van je kut. Heb ik al gooi gedaan. Gooi tackle eruit. Nee, ik heb dat heel ding eruit gegooid. Waarom? Dat gebruik ik toch nooit. Nou, wacht maar tot jij zo meteen voor de gymleader hier staat. Dan piep jij wel anders. This tree looks like it cut down. Would you cut this? Yes, I will. Bailey, just cut! Hey. Wat een smerige Bailey hebben wij. Nou, ja, een smerige Bailey, man. Gadverdamme. Waar ik gewoon zomaar kut. Q-lava. I thought Hoe is you jouw were weak? Gymgevecht? Gaat die goed? Voorlopig wel. Ik moet nog 1 trainer verslaan. Oh. Even kijken. Quit, Kulava gaat naar voren. Drowsy die gaat even ruimte maken, want die is bijna dood. En dat willen we natuurlijk oh, niet. Oh nee, daar hebben we die truus weer, die Togepi aan mij had gegeven. Dat, dat is toch een, nee, die heeft hij ook Togepi helemaal niet aan jou gegeven, joh. Huh? Helemaal niet. Ze stond toevallig in dezelfde stad. Maryp! Ja, ze neemt je Maryp mee, ze ontvoert je Maryp. Fluffy! Ah, ze komt terug. Gelukkig. Hij begon zijn roze Pokémonnetje al te missen, hoor. Ja. Yeah. Ik word zo gek van die fucking Jigglypuff gedood. Met je blauwe ogen. Oh, op de drempel, ja, dames en heren. Wij zijn ook in het stadje Emma aangekomen. Feest. Ik had jou gewoon echt daar moeten laten zitten in dat bos. Nu loop je dus weer in, hè? Sorry. En die is een beetje ook.
Drowsy. Ik heb al enorm wat inlopen. Ik heb al een andere. Ga je ook een Drowsy vangen? Ja, nee, ik ga een andere Pokémon vangen. Wat zo? Ik vind het niet eerlijk als we dezelfde Pokémon gaan vangen. Nee, daarom is het juist leuk om verschillende te hebben. Jij hebt een Flavie, die had ik ook kunnen pakken, maar die heb ik ook laten zitten. Ja. Omdat jij hem al had. Daarom, ik ga ook niet jouw Drowsy pakken. Drowsy. Flavie's Thundershock is enabled. Stomme Drowsy. Screw jou. Ja, stomme Drowsy. Maar in ieder geval, Fluffy is al level 20. Lekker. En jij? Mijn Kulava is 19. Mijn Pharaoh is 20. Oh ja, je hebt een Pharaoh, hè? Het gaat bijna dood. Ja, Pharaoh is best wel een hele sterke Pokémon. Hoge aanval. Nee, ik vind hem zo lelijk. Ja, hey. I really don't give a shit. Jij bent ook heel lelijk. En ik doe ook met jou allemaal dingetjes. Ja, ik neem ook met je op. Ja. Ga ik toch ook niet over. Oh, kut vent. Ah ja, toch. Ja, man. Kan Pharaoh eraan doen dat hij zo lelijk is? Ik vind Pharaoh echt een hele lelijke Pokémon. Is het ook. Maar hij werkt. Hij doet zijn baan. Dus ik kom. Ik verder niet, hoor. Nou, goed zo, ben je lief. Pak Drowsy. Bijna in één klap dood. Confusion. Ik vind dat zo'n poepaanval. Yep. Als je helemaal geconfused bent, dan ben je gewoon lul. Weet je waar ik zin in heb? Ik wil graag elke Zem. Maar het nadeel is als je die hebt, dan moet je Kadabra, moet je weer traden. Dan moet je weer gaan traden. Daar heb ik geen zin in. Dat kan niet. Er is ongetwijfeld een manier waarop ik kan. Denk je? Dat moeten we voor de volgende. Ja, dat moeten we voor de volgende keer aflevering even gaan uitzoeken. Maar we hebben er op dit moment vrij weinig aan, want. Ja. Level 18 Bayleaf. Ik ga ook altijd de weg kwijt in die winkel. Ik wil even kijken of ik hier. What do you need? I need super potions. Heleboel. 10. Ga je zoveel kopen, joh? Super potions, tuurlijk. Lol. Kost maar 7000. Huppakee, 10 potions. Ik kom alleen maar Drowsy's tegen hier. Drowsy? Ja, weer een Drowsy. Ik dacht, misschien kom ik een andere tegen of zo. Ze hebben hyper potions hier. Dat gaat vlot. Ja, dan krijg ik meteen 100 HP. Heb je de leak gehad? De leak? Ja, de badge. Nee, ik ga nu de badge proberen. Ik ga nu terug naar de gym. Ik moest eerst even wat extra zooi inslaan, want die miltank gaat ongetwijfeld klappen uitdelen. Yep. Dus ik ga het gewoon proberen. Waarschijnlijk ben ik te zwak en ben ik underleveled, maar ik ga het gewoon proberen. Het eerste wat ik doe in deze stad is die gym inrennen, dus waarschijnlijk is dat niet heel erg slim. Ik ga het gewoon proberen. Weet je, als je het niet probeert, weet ik zeker dat het niet lukt. Ja, wie niet waagt en wie niet wint. Absoluut. En Whitney is heel erg vervelend, dus die verdient gewoon klappen. Pokémon is super cute! Nou, wacht maar tot mijn Bayleaf of jouw beest doodgaat. Wacht maar tot ze dan nog cute zijn. Oh. Little Whitney! Waarom zo boos? Omdat hij een Clefairy heeft en ik haat roze Pokémon. Ik heb Ethan in mijn Pokégear staan. Geil. Ja. Hey, is een Clefairy is burnt. Thank that, bitch. Ah, zijn dubbelslap doet 1 HP schade. Ah, dat is best zielig. Moet hij me 55 keer slaan voordat hij dood is. Nou ja, zeg. Burn! Oh nee, niet metronoom. Please niet. Stealth Rock? What? Ik heb daycare in mijn pokerregister staan. Yay! Woehoe! Het is echt zo annoying dat ze die Stealth Rock hebben gegooid. Want als ik dan zo meteen mijn Pharaoh inzet, dan is mijn Pharaoh al voor de helft dood. Is die überhaupt die hele game? Wait, kap met bellen! Bitch. Stomme Wait. Belt Wait jou ook regelmatig, Lars? Nope, ik heb eigenlijk niemand in mijn Pokédex of in mijn ding staan. Ze bellen toch alleen maar. Je hebt iedereen denied. Ja. Oké, daar komt die Miltank. Laat hem alsjeblieft burnen. Jij bent echt aan het speedrunnen, hè? Ja, ik doe mijn best, maar Miltank is fucking sterk. Er gaat straks een tijd komen dat we gewoon allebei niet meer verder komen. Echt.
Klopt. Dat we echt elkaar aankijken van... wat moesten we hier ook alweer doen? Ik kan niet wachten tot dat komt. Koolava wil aan de uiers van Miltank zuigen. Ah, nu ben je de lul. Want als dat gebeurt, dan kan je bijna niks doen. Jawel, ik kan switchen. Vulpix! Drowsy. Zijn er wilde Vulpix? Nee, helaas niet. Was het maar zo'n feest. Oh, daar gaat hij hoor, rollout. Oké, disable. Yes, rollout is disabled. Wauw. Netjes. Oké, super potion op Koolava. Je komt bijna nergens vuurpokémons tegen in het eerste gebied, hè? Nee, klopt. Vuurpokémons zijn vrij zeldzaam. Maar er zijn er ook niet zo heel veel van in deze game. Nee. Bayleaf was burned. Trut. Oké, Koolava. This is your shit, boy. Niet weer attract! Wat is er nou aantrekkelijk aan een koe met vier uiers? Wat is er nou sexy aan? Koolava denkt ook van shit aan hebben, gewoon doorfikken. Yeah. Ah, kut Koolava. Ja, weer een gevechtje. Ik ga hem Koolava verliezen. Echt? Ja, Koolava is dood. Dat is de eerste keer dat Koolava dood is. Oh. Dan is het nu tijd voor Fero. Oh, ik heb zo'n geluk. Ik sta hier gewoon met Bayleaf en ik krijg gewoon een Sandshrew voor me. Doei, Sandshrew. Milk drink. Nee, scheidbeest. Wauw, ik krijg een aanval op me. It's super effective en ik krijg maar 2 damage. Super effectief dat. Kom op, Fero. Fero wil ook Miltank zuigen. Kom op! Ik denk dat dat nog best wel pijn kan doen met die snavel. Kap nou eens met melk drinken, hoerenbeest. Oh, Meryl! Kom op, Fero. Laat zien waarom ik jou heb uitgekozen als Pokémon. Nou, is hij natuurlijk weer infatuated. Aerial Ace, kom op, Fero. Ik moet even Meryl killen, hoor. Dat hoerenbeest blijft maar melk zuipen. Dit gaan we zo echt even anders aanpakken. Ik heb hem bijna dood. Ik heb hem bijna net dood. Hoe gaat dat precies? Ja, dat ik die Meryl gewoon bijna dood heb. GG. Ja. Oké, mijn Fero is dood. Ik heb alleen nog maar een level 1 Togepi over. Nice. Maar ik heb ook nog een revive, dus ik kan een Pokémon reviven. Oh. Lekker. 10 HP left op Bayleaf. Ik wil eigenlijk nog een vuur-Pokémon vinden deze aflevering. Please. Please, Pokémon. Werk mee, G. Oké, dan gaat ze rollout. Auw. Ik denk dat ik er geweest ben. Een Pikachu! Pikachu! Oh, Pikachu. Oké, dan gaan we 1 ding. Fury Attack. Ah, dat wordt hem niet. Fero gaat er ook aan. Ja, rollout. I'm dead. Dat is kut. Oh, dan heb ik toch best wel de beste keuze gemaakt om door te rennen in de map. Om op zoek te gaan naar een extra Pokémon die sterk is. Ja, je hebt ook 2 nu. Ik ga het anders doen. Yeah! Ik ga beginnen met... Fero. Level 19! Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Tudu. Hop. Oké, Whitney, I'm back, stomme slet. Oh nee, ik heb weer iemand voor mijn neus. Je gaat nog een keer de battle aan.
Tuurlijk. Zoveel scheelde het niet. Oh, arme Lars. Ik ga het nu anders doen. Ik ga nu met Fero beginnen in plaats van met Kulava. Denk je dat je dan wint? Weet ik niet. Ik moet proberen om zo snel mogelijk die Clefairy uit te schakelen voordat hij schade doet. En het ging fout omdat die Clefairy metronoom gebruikte, waardoor de stenen in de lucht gingen zweven. Dat is waar, ja. Als dat niet was gebeurd, dan had Fero en Kulava minder schade gehad. En was het allemaal niet zo heel erg geweest. Oh. Flavi! Hij gaat nu ook Aerial Ace doen. Nou, GG. Oh, hij heeft hem alleen maar gemimikt. Nou, oh, lekker voor. Krijg nu een Zubat voor me. Dat. Hop, dat was Clefairy. De Clefairy is niet erg. Die Miltank, die is annoying. Ja, inderdaad. Zubat died. Ah nee, een Diglett. Daar kan ik dus totaal geen bliksemaanval op doen. Gaan we lekker tackelen. Nee. Tackle op je hoofd. Oh, tech mist gewoon. Oh, dat is zo stom. Pak hem, Flavi! Kom op, Fero. Tackle mist gewoon de hele tijd. En terecht. Ja, raak, eindelijk. Bijna dood ook in één keer, maar eindelijk raak. Geen rollout. Stomp, prima. Geen rollout. Nee, ik wil geen rollout van die gozer hebben. Jeez. Als hij die helemaal begint op te bouwen... Ja, dan is het één klap en dan ben je bijna dood. Ja, sowieso. Al mijn Pokémon zijn zwak tegen die aanval. Yeah, Diglett is dood. Doei, Diglett. Maar zodra hij ook maar laag komt, begint hij met Milk Drink en dan gaat hij weer omhoog. Het is zo annoying. Hup, Milk Drink. Dit is echt niet te doen. Nice, ik kan eindelijk op zoek naar een nieuwe Pokémon. En het is een... Abra! Kadabra! Maar die ga ik niet vangen, vind ik stom. Hij heeft alleen maar teleport. Ja, daarom. Dat is okay, niet dat het erge, alleen het nadeel is... Ik wil elke Zam en die kan ik niet krijgen. Ja, dan wil ik hem ook niet. Fero is dood. Oh nee, 3 keer raden wie ik heb. De jongste vorm van de King. Jamie? Nidoran. Oh nee, dat is Neo natuurlijk. Je hebt Neo, Jamie, de King. Zo gaat hij. Yeah. Die Miltank is echt totaal niet gevoelig voor mijn vuuraanvallen. Oh. Nul. Ja, tuurlijk. Attract kan er ook nog wel overheen. Kulava wil je uiers niet zuigen, Miltank. Echt niet. Gaat hem weer niet worden. Ik ga weer verliezen van dit beest. Die Miltank, jongen. Oi, oi, oi. Heb je weer verloren? Ja, ik ga weer verliezen. Oh. Denk ik. Waarom krijg ik hier alleen maar Nidorans? Omdat die daar blijkbaar wonen. Misschien is het wel Nidoran dorp. Ah, stom. National Park. Ik krijg ook geen critical hits of iets dergelijks. Ja, rollout er gaat, joh. Oké, ik ben weer uit. Dit gaan we even anders aanpakken. Kakuna, ik kom echt de slechtste Pokémon's tegen die er maar zijn. Hop. Nou, roll ook nog maar eens een keer met je level 5 aanval over Togepi heen. Arme Togepi. Oh, arm. Ik heb een Sunkern. Dat is echt de zwakste Pokémon uit de hele serie. Sunflora. Sunflora. Flora.
Oh, wauw. Echt, dit is zo slecht. Oh, wat? Zitten hier Pokémon trainers? Weet ik veel. Yes, een Poketrainer. Ik ga kijken of ik een Scyther kan vangen, want die lopen hier ook rond, hè? Mhm. Oddish! Maar die lopen alleen maar rond tijdens bug-catching contests, hè? Echt? Ja, anders zijn ze er niet. Aw. Jammer. Oddish! Oddish, oddish! Ben je al dood, Lars? Ja, lang. Oké, weet je wat? We gaan gewoon de mensen bedanken. Oké, ik vind het prima. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Ik ga even deze trainer afmaken, maar ondertussen terwijl ik dat doe. Ga ik jullie allemaal hartstikke bedanken. Vraag om te abonneren op Vaco Games. De link daarvan staat onder in de beschrijving. Of mijn kanaal, de Sturms, of allebei. Daar ben je allemaal helemaal goed in. Druk lekker weer op het duimpje omhoog. Vergeet sowieso de volgende keer weer niet te kijken naar een nieuwe Pokémon met mij en Lars. En zeg ik tegen jullie mensen, tot de volgende keer. En ciao. Later. Yo!